Goedenavond allemaal, mijn naam is Earl Kerrijitsch. Ik ben officieel spreker voor SkyWorld Community voor Nederland. Dat betekent dat ik bevoegd ben om zowel webinars als offline presentaties te geven in Nederland. Voor de Belgische mensen die misschien in deze webinar vanavond aanwezig zijn. Ja, jullie begrijpen de Nederlandse taal en jullie zijn uiteraard ook van harte welkom. Daarin maak ik geen onderscheid. Ik ben professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter. Ik ben sinds 2017... participeer ik in dit waanzinnige, fantastische project. En ja, eigenlijk ben ik sinds eind 2021 zo'n beetje langzamerhand de mensen ben ik die gaan enthousiasmeren over dit fantastische product. Omdat dit eigenlijk een van de meest unieke kansen is die we op dit moment hebben, waarin je zou kunnen deelnemen dan wel kunt participeren. SkyWorld Community is een strategisch partner van Unitsky String Technologies. Dat betekent dat je via het platform van SkyWorld Community kunt participeren in de kans die Unitsky String Technologies de hele wereld nu biedt. Die kans is eigenlijk heel simpel. Iedereen zou dit project kunnen ondersteunen middels de crowdfunding via SkyWorld Community. Dan ga je eigenlijk een soort overeenkomst aan zoals jullie... Als jullie deze in de tekst kunnen zien, via een convertible loan agreement. Wat dat is, heel simpel uitgelegd, is op het moment dat Unitsky String Technologies een succesvolle beurslancering doormaakt, dan wordt hetgeen wat je nu als dank ontvangt voor hetgeen wat je hebt geparticipeerd in Unitsky String Technologies, middels SkyWorld Community. Deze worden omgezet in bestaanbare aandelen. Op dit moment zijn het vooralsnog voorbeursaandelen, pre-IPO shares. Maar goed, zodra er een succesvolle beursgang is, dan worden dit officiële aandelen, met daaraan ook gekoppeld de fantastische benefits die ze hebben aangekondigd. Nou, Unitsky String Technologies is natuurlijk het bedrijf dat op dit moment ook eigenlijk een negatieve toename ziet in de wereldsituatie. Wat er gebeurt met de natuur en wat het voor impact heeft op ons mensen en uiteraard dieren. En zo kan ik de lijst alleen nog maar langer maken. We komen uit het industriële tijdperk, dus dat wil zeggen dat velen van ons zijn opgegroeid met de vele fabrieken, daarbij ook de welvaart behorende, maar ook te maken hebben gekregen met heel veel uitstoot, waar we op dit moment ook nog mee te maken hebben. In de vorm van CO2-uitstoot en ik kan de lijst alleen maar langer maken. Dit alles heeft natuurlijk vele gevolgen voor onze natuur. Daarvoor zit ik hier natuurlijk ten dele, omdat dit transportsysteem waar ik het met jullie vanavond over ga hebben wel degelijk het beste is wat we onze aarde kunnen bieden. Maar goed, smaken verschillen. Mensen zijn op dit moment druk bezig met uitvindingen te realiseren. Sommige zijn goed, sommige zijn wat minder goed. Daar kunnen we het over hebben, maar we gaan het vooral nog vanavond over Unitsky String Technologies hebben. Sinds 1978 is Unitsky, of Anatoly Unitsky, bezig om zijn idee te visualiseren. Dus we praten hier eigenlijk over ruim 40 jaar. Waarin hij een idee heeft waarin hij een idee heeft bedacht en dit idee is hij gaan visualiseren, gaan creëren, bijschaven en uiteindelijk is het geworden tot een totaalconcept. En als we naar deze sheet kijken, dan zie je eigenlijk een taart die is opgedeeld in vier stukken. En wij gaan het vanavond hebben over Unitsky String Technologies, dat is het transportgedeelte. En dat is het stukje wat jullie links of rechtsonder in de taart zien. Daarnaast is er ook nog U-City, dat zijn lineaire steden, is er ook nog U-Humus, of U-Terra, dat is een vruchtbare grondverbeteraar en er is windenergie. En deze hele cyclus gaat straks bij elkaar komen in de vorm van een heel totaal concept. Maar wat ik al een paar keer heb benadrukt, wij gaan het hier vanavond hebben over Unitsky String Technologies of U-Sky Transport. Nou, wie is Anatoly Unitsky? Anatoly Unitsky is de bedenker van Unitsky String Technologies. En is eigenlijk ook nog steeds de vormgever. Niks verlaat de tekentafel zonder zijn goedkeuring. Hij bedenkt het ook. En voor het werk wat hij heeft verricht, heeft hij ook verschillende prijzen gekregen. En hoe oostelijk je gaat op de wereldbol, hoe bekender Anatoly Unitsky is. En dit is Anatoly Unitsky met een van de vele certificaten en patenten. Het is heel belangrijk om jezelf te realiseren dat alles wat Anatoly Unitsky heeft ontworpen, heeft hij ook meteen beschermd.
omdat hij dat heeft moeten doen vanwege de vele concurrenten die natuurlijk als kapers op de kust op de loer liggen. Nou, dat wil je niet, dat willen wij niet. Dus ieder schroefje wat hij heeft ontworpen of iedere module die hij heeft ontworpen is dus ook gecertificeerd en is ook beschermd. En dan vragen mensen zich veel af van wat maakt nou dat Unitsky String Technologies nog niet in Europa actief is. Waar heeft dat mee te maken? Nou, dat heeft er alles mee te maken dat er op dit moment in Europa geen plek is voor nieuwkomers zoals Unitsky String Technologies dat nog steeds is. Dus Unitsky String Technologies moet het eigenlijk veelal hebben van overheden die een bureaucratie hebben die niet zo bureaucratisch is ingesteld zoals we die nu vooral in Europa hebben. Dus denk hierbij aan de Emiraten en dan andere landen die wat makkelijker dit transportsysteem zouden kunnen implementeren. Wil dat zeggen dat ze in Europa niet op de hoogte zijn van het bestaan van Unitsky String Technologies? Nou, ze zijn wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Unitsky String Technologies. Als je kijkt naar het certificaat, dat is met een ja-vinkje en ik realiseer me heel goed dat het niet goed is te zien. Maar dit certificaat, rechtsonder op jullie scherm, is afgegeven door de Europese Unie medio 2018. Dus met dit certificaat geven ze ook aan dat ze op de hoogte zijn van het bestaan van Unitsky String Technologies. Daarnaast heeft Unitsky String Technologies tal van andere certificaten die eigenlijk in mijn optiek al heel simpel laten zien dat Unitsky String Technologies een bona fide bedrijf is. Ik heb het niet bedacht, daar hebben ze een certificaat voor gekregen dat dus ook aangeeft dat ze dus een bona fide bedrijf zijn. Dat betekent dat wereldwijd private instellingen of overheidsinstellingen met een gerust hart zaken kunnen doen met Unitsky String Technologies. Dat geldt op zowel van het vlak als toeleverancier als mede op het vlak van daadwerkelijk het product van Unitsky String Technologies afnemen. Daarnaast functioneren ze inmiddels ook op een wetenschappelijk niveau. Ze zijn begonnen op als start-up, ze zijn wel, overigens nog steeds een start-up, maar ze hebben inmiddels het eigenlijk het stukje verlaten dat ze nu functioneren en opereren op wetenschappelijk niveau, omdat hetgeen wat zij creëren zo technisch is en zo wetenschappelijk is, ze hier eigenlijk al een voorsprong hebben van zeker 5 tot 10 jaar in de nabije toekomst. En wat is dan Unitsky String Technologies? Hoe ziet dat eruit? Op de foto hier aan jullie rechterkant van de sheet zien jullie hoe dat eruit ziet. Dan zien jullie een verticale rail hangen met horizontale pilaren. En vanaf heden zal ik die pilaren intermediate supports gaan noemen. En de verticale rail zal ik de stringrail noemen, zodat jullie weten waar ik het over heb. Nou, wat zou Unitsky String Technologies kunnen betekenen voor onze aarde? Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B. Het is een goedkopere manier om te bouwen. Dus dat betekent dat de bouwkosten gereduceerd kunnen worden. Voor als voorbeeld, stel je moet een weg aanleggen. En dat zou je $1 miljoen kosten. Nou, dan zijn de bouwkosten voor Unitsky String Technologies geen $1 miljoen. Even als voorbeeld. Maar die zijn $200.000. Nou, nu is het heel goed om jezelf te realiseren dat de kosten om een stringrail van 1 kilometer te bouwen met Unitsky String Technologies, de kosten zijn vanaf 1 miljoen per strekkende kilometer. Nou, dat is hartstikke goedkoop, want huidige wegen, huidige spoorconstructen zijn bij lange na niet zo goedkoop. Het zorgt daarnaast ook voor een beter leefklimaat voor mensen en natuur en zo kan ik de lijst met positieve voordelen alleen maar langer maken. Ja. Toen ik pas begon te vertellen over dit transportsysteem, was veelal de reactie, ja, maar dat bestaat al. In de Duitse stad Wuppertal hebben ze zo'n dergelijk transportsysteem. Daar rijden al wagons aan een kabelbaan en dat is helemaal niks nieuws. Het idee misschien niet, maar wat wel nieuw is, is dat de modules van Unitsky String Technologies zelfsturend zijn. En als we kijken naar de foto van aan de linkerkant op jullie sheet, dan zie je een oude tram, want deze trambaan is gerealiseerd begin 19e eeuw, hou me te goede. En wordt nog steeds heden ten dagen bestuurd door een ervaren treinmachinist of trammachinist. Aan de rechterkant zien jullie een foto van een file. En dit is eigenlijk een situatie die zich dagelijks plaatsvindt in heel veel steden op de aarde. Denk hierbij aan New Delhi, Lagos in Nigeria, New York. Er zijn stadsteden, Jakarta, die compleet dicht zijn geslipt en waarbij mensen gewoon meer in de file staan als dat ze vooruitkomen.
Nou, dan wordt ook veelal de vergelijking gemaakt met een kabelbaansysteem. Het is een kabelbaansysteem. En dan begin ik weer rustig te vertellen, en dat ga ik jullie nu ook rustig vertellen, dat Unitsky String Technologies veruit niks te maken heeft met een kabelbaansysteem, dat het ook helemaal geen aspecten bevat van een kabelbaansysteem, maar dat het een compleet uniek concept is, wat eigenlijk zijn weerga niet kent. Een kabelbaansysteem is veelal een getrokken systeem. Denk hierbij aan een skilift. Dat er zowel boven als beneden aan de helling een motorwiel staat. En daartussen is een kabel gespannen en aan die kabels hangen gondels. Op het moment dat zo'n kabel losschiet van een motorwiel, dan is de ramp veelal niet te overzien. Dan slaan de gondels letterlijk op hol. En ja, dat is veelal niet te stoppen met desastreuze gevolgen. Als we nu gaan kijken naar het innovatieve transportsysteem van Unitsky String Technologies, dan zie je dat het misschien wel lijkt op een kabelbaansysteem. Het heeft ook nog steeds de verticale pilaren en een kabelbaansysteem. Maar wat je nu ziet zijn intermediate supports en een stringrail. En die stringrail is gespannen. En op dit moment zie je een aantal verschillende soorten stringrails. Maar het vernuftige systeem van dit transportmiddel is dat de modules beschikken over artificial intelligence. Dus dat betekent dat ze zelf kunnen nadenken, zelf kunnen sturen, zelf een situatie kunnen inschatten. Ze zijn in staat om passagiers op efficiëntere manier van A naar B te verplaatsen. En het is, zoals je ook kunt zien, een besparing van hetgeen wat wij zouden moeten vragen, of moeten is een heel vervelend woord, maar wat wij zouden kunnen vragen van ons aardoppervlak, omdat dit transportsysteem zich bevindt op het tweede niveau. En dit is een 2D-tekening van onze aardoppervlakte. En wat we hier zien is hoe dat er dus uitziet. Onze aardoppervlak bestaat uit heuvels en uit dalen. En je zou het je haast niet meer kunnen voorstellen, omdat wij leven in Nederland en dat is inmiddels nagenoeg een platte pannenkoek geworden. Alles is geëgaliseerd, dus wij hebben helemaal niks te maken met heuvels. En de heuvels die we sporadisch zien, ja, dat hoort dan gewoon bij ons straatbeeld. Maar zo was het niet. Onze aarde is gewoon een heuvel- en dalenlandschap. Maar wij mensen hebben de neiging om alles plat te maken, zodat we kunnen bouwen. En als wij gaan bouwen, moeten we ook een fundering zorgen dat die wordt gerealiseerd. Nou, dat is in dit geval een zwarte staaf, ook weer horizontaal. En als die fundering eenmaal ligt, dan sluiten we af met een spoorconstruct. En wat je dan ziet ontstaan is een soort drietrapsraket, waarbij je heel veel ruimte hebt moeten vragen van de aarde. Iets minder ruimte, maar nog wel onnodig veel ruimte voor de fundering. En uiteindelijk zie je een doorsnede van een spoorconstruct. Dus ja, je ziet hoeveel ruimte er nodig is om een klein stukje te bouwen. Als we nu kijken naar het plaatje aan de linkerkant op jullie sheet, dan zien jullie de verticale intermediate supports en daartussen de stringrail gespannen. En wat direct opvalt, is dat ons aardoppervlak nagenoeg intact blijft. Maak hierbij een verdeling van dat van de 100% van aardoppervlak, dat er maar 5% van wordt gebruikt om daadwerkelijk te bouwen. De intermediate supports kunnen op verschillende spanwijdtes van elkaar worden gerealiseerd of geïmplementeerd. En hoe gaat dat dan? Nou, eerst wordt bekeken welke afstand willen we hebben. Vervolgens worden de eerste twee intermediate supports gebouwd. En daartussen worden een soort hulpdragers geplaatst. Op het moment dat de kabel tussen de intermediate supports op spanning is gebracht, dan gaan die hulpondersteuners worden er tussenuit gehaald. En wat je dan ziet op de onderste foto is uiteindelijk het stukje wat ze hebben moeten gebruiken. Nou, de intermediate supports kunnen op verschillende spanwijdtes van elkaar worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan spanwijdtes van 20 meter, 40 meter, 200 meter en zoals op dit moment in de Emiraten nagenoeg klaar is, testbaan 4 bevat spanwijdtes van 288 meter. Zodra de stringrail op spanning is gebracht, worden de uiteindes uit de grond gehaald en die worden verankerd aan zogeheten anchor supports. En daar kom ik over een aantal sheets bij jullie even op terug, zodat jullie ook weten wat dat is. In het blauwe venster zien jullie het anti-derailment system en dat is het blauwe systeem wat zich bevindt onder de witte kappen. Dit is het ontsporingssysteem wat er dus voor zorgt dat de modules niet kunnen ontsporen, niet van de rails kunnen afbreken en dat het eigenlijk op en top veilig is. Op het moment dat zo'n module van de rails af zou breken en Unitsky String Technologies zou actief zijn op de beurs, dan zou onze koerswaarde een gigantische duik naar beneden kunnen nemen. Dat willen we niet. Dat wil Unitsky String Technologies niet. Dus daarom kiezen zij ervoor om alles gedegen te testen en om daar iets meer tijd voor in beslag te nemen dan aanvankelijk werd geschetst in hun eigen stageplan. Is dat slecht? Nee, dat is helemaal niet slecht, omdat je maar één keer iets kunt doen en die ene keer moet goed zijn.
Als we naar de rechterkant kijken, dan zien we een doorsnede van de stringrail, hoe dat eruit ziet. Dan zie je dat het bestaat uit de railbedding, dat is het punt waarbij de wielen contact maken. Dan hebben we de behuizing, dus dat houdt eigenlijk alles bij elkaar. Aan de binnenkant zien jullie 6 getwiste snaren. Stringrail is eigenlijk heel simpel gezegd een gitaarsnaar. Die is eigenlijk ook helemaal strak getrokken en strak gedraaid. Zo zou je een stringrail enigszins kunnen vergelijken. En alles wordt bij elkaar gehouden door milieuvriendelijk opvulmateriaal, wat het ook oersterk maakt. Uniski String Technologies geeft overigens 50 jaar garantie af op het contactpunt van de stringrail. De modules kunnen ook op een verschillende interval van elkaar achter elkaar rijden. Dus denk hierbij aan intervals op dit moment tussen de 20 en 50 seconden. Maar in de nabije toekomst is het de bedoeling dat ze ook op 2 seconden van elkaar kunnen rijden en kunnen communiceren. Binnen die 2 seconden zijn ze nog steeds in staat om met elkaar te kunnen communiceren. Dus mochten ze zich een probleem voordoen, dan kunnen ze dat ook op tijd detecteren en eventueel oplossen. Een aantal sheets terug sprak ik over zogeheten anchor supports. En een anchor support is een opstapstation. En waarom heet het een anchor support? Omdat daar een soort grote construct in zit waarbij de stringrail wordt verankerd. Zodat passagiers en modules ook veilig kunnen worden ontkoppeld. Dat passagiers dus ook gewoon veilig kunnen afstappen. En dat containers veilig kunnen worden gelost. Aan de rechterkant zien jullie de drone. En deze drone is eigenlijk nog steeds in ontwikkeling. En de bedoeling is dat hij 1500 kilo gaat kunnen tillen, dat is 1,5 ton. Op het moment dat het wordt gerealiseerd, zal die worden gecertificeerd en zal die ook direct worden ingezet voor de bevoorrading van commerciële projecten die op moeilijk bereikbare gebieden worden gerealiseerd. We hebben 3 soorten verschillende stringrails. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules daaraan hangen. We hebben een stijve spoorconstruct waarbij de modules daaraan hangen of er bovenlangs overheen rijden, dus dat is een hele efficiënte. En we hebben een flexibel spoorconstruct, en het woord flexibel zegt het al, dat is een flexibele spoorconstruct, waarbij bij het middelste punt altijd dieper is dan de 2 intermediate supports. De banen in de Emiraten en in Wit-Rusland, zijn 2 flexibele stringrail banen gerealiseerd. De hoogte van de intermediate supports is ongeveer 12,5 meter, dus je ziet hoe hoog dat ongeveer is en hoe efficiënt ze dat hebben kunnen realiseren. Door middel van staal op staal wrijving komt er ook energie vrij. En die energie moet ook worden opgevangen natuurlijk. Dat gebeurt in een van de vele accu's die de modules met zich meedragen. En de modules zijn in staat om de opgewekte energie ook weer af te kunnen staan voor stedelijk gebruik. Maak hierbij een verdeling van 20-80%. 20% hebben ze nodig voor zichzelf. En 80% kunnen ze afstaan voor net gelang waar de vraag naar is. De aerodynamica is ook een heel belangrijk aspect binnen de ontwikkeling van Uniski String Technologies en haar modules. Je kunt niet een baksteen creëren en ervan uitgaan als je de hoek een beetje glad velt, dat het dan aerodynamisch verantwoord is. Nee, het is een heel langdurig proces. Uniski String Technologies, of Anatoly Unitsky moet ik zeggen, is er niet voor niets 40 jaar mee bezig geweest om te komen waar hij nu is, en hij is nog steeds niet klaar. Dus dat geeft aan hoe lang het duurt om iets te realiseren. Want soms kun je iets bedenken, maar dan is simpelweg gezegd de technologie om het te realiseren is er niet. Dus daar moet je ook altijd op wachten. Dus het is een heel complexe situatie waarvan alles bij elkaar precies in elkaar moet vallen. De puzzelstukjes moeten precies in elkaar vallen om te komen tot dit product. En als je dan kijkt naar het blauwe kadertje aan de linkerkant of rechterkant van jullie sheet, dan zie je de U-flash. En de U-flash is de hogesnelheidsmodule die 500 km per uur kan. En die is zo ontworpen. En het voorbeeld is eigenlijk een vogel die in de lucht vliegt en die op de vleugels strak langs de romp heeft. Dan zie je dat er uiteindelijk een super gestroomlijnd iets ontstaat, waarbij er zowel voor als achter langs geen windcirculatie ontstaat. Nou, dit is de U-flash. De U-flash is gepresenteerd op de Innotrans van Berlijn einde 2018, september als ik me niet vergis. En in 2019 is hij tentoongesteld op het Ecofest in Wit-Rusland en heeft hij ook zijn eerste meters op de lange baan gemaakt. Het is wel zo dat de testbaan op het testpark Marina Gorka tekort is. Die is 900 meter en wat nodig is om tot een succesvolle certificering te komen is plus minus 25 kilometer.
10 kilometer is nodig om te accelereren van 0 tot 500 kilometer per uur. 10 kilometer is nodig om op zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur te blijven. En 5 kilometer is nodig om op een rustige manier tot stilstand te komen. Er wordt op dit moment wel gekeken waar ze deze banen kunnen realiseren. We moeten er niet gek van opstaan te kijken als het zowel in Wit-Rusland als in de Emiraten gebeurt. Maar het is even kijken waar het als eerste gebeurt, omdat in de Emiraten de bouwkosten iets duurder zijn dan in Wit-Rusland. En dit is de volledige rolling stock van Unitsky String Technologies. Alle modules behouden de U-Flash hebben een topsnelheid van 150 km per uur. We beginnen deze lijst van linksboven en we eindigen dan uiteraard rechtsonder. De bovenste is de U-Wind. De U-Wind is een lichtgewicht module, biedt plaats aan twee personen. Dan krijgen we de U-Bike. De U-Bike is het eerste geteste en gecertificeerde model van Unitsky String Technologies medio 2016. Dan krijgen we de Unicar U4430 T1 en T3. Eigenlijk zijn deze compleet identiek, behalve dat bij de ene de plek is voor 6 personen en bij de andere de plaats is voor 18 personen. Dan krijgen we de U-Flash. Zoals gezegd is er in deze configuratie plek voor 6 personen en heeft een topsnelheid van 500 km per uur. Dan hebben we de Unibus U4210. In deze configuratie, de enkele configuratie, is er plek voor 12 tot 14 personen. En in dubbele variant gaan er natuurlijk meer personen bij. En dat geldt ook voor de driedubbele variant. Datzelfde geldt voor de Unibus U4220D2. In de enkele variant is er plaats voor 25 personen. In de dubbele variant is er plek voor 48 personen. En in de driedubbele variant is er plaats voor 64 personen. En dit is de vijfde generatie transportmodules van Unitsky String Technologies. Aan de linkerkant zien jullie de U-Light. Is ook een lichtgewicht module. En aan de rechterkant zien jullie de U-Carrot. En dat is ook een module die plaats biedt voor 25 personen. En deze module is op dit moment onderweg van Wit-Rusland naar de Emiraten. Om daar straks ook tegelijkertijd, zoals in de Emiraten, getest te kunnen worden. Zodat ze de modules klaar kunnen stomen voor de commerciële markt. Ook op het vrachtvervoer heeft Unitsky String Technologies niet stilgezeten. Door de afgelopen pandemie waar we mee te maken hebben gehad, is de vracht eigenlijk meer terechtgekomen bij het goederenvervoer. En als je een map visualiseert, dus een wereldkaart visualiseert, en je zou er op alle stippen plaatsen met passeringen, dan zie je dat uiteindelijk dat er meer goederen worden vervoerd dan dat er passagiers worden vervoerd. Dus ook voor Unitsky String Technologies is dat een goede markt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Suezkanaal, waar vorig jaar geleden een schip de doorgang heeft geblokkeerd. Denk hierbij aan het Panama-kanaal. Dat zijn allemaal hele mooie, innovatieve, bedachte ideeën. Maar ja, goed, met de komst van Unitsky String Technologies ja, is dat eigenlijk iets wat wel efficiënt is, maar wat nog efficiënter zou kunnen. Dus Unitsky String Technologies heeft bedacht een containermodule in de vorm van de U-Cont. En die zijn ze op dit moment ook daadwerkelijk aan het ontwikkelen. De U-Trans is een grote lopende band die wordt getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Deze zal ook daadwerkelijk worden ingezet voor commerciële projecten. Denk hierbij aan ijzerertsgebieden in Kazachstan of kolenmijnen. Zodat ze die op een efficiëntere manier naar een overslag kunnen brengen zonder dat de vrachtwagens nog de moeilijk bereikbare berggebieden door hoeven te kruisen. Dan hebben we ook nog de Unicar. En de Unicar is eigenlijk een bulk transportmodule die bijvoorbeeld losse zand of los zand, losse suikers kunnen verplaatsen van A naar B. Ik sprak net over de U-Cont en hier zien we hoe de U-Cont eruit gaat zien. En op dit moment is hij ook daadwerkelijk in assemblage, dat hij ook in elkaar wordt gezet. Zodra dat het geval is, zal hij ook weer in Wit-Rusland en in de Emiraten worden getest. Een aantal jaar geleden heeft Anatoly Unitsky aangekondigd dat het commercieel traject wordt gerealiseerd in Marina Gorka naast het Ecotechnopark. Nou, inmiddels zijn we zover dat het commerciële traject ook op het punt staat van in gebruikname. We hebben een aantal jaar geleden een foto gekregen hoe het eruit zou gaan zien. En als we dan kijken naar de foto rechts of linksonder, dan zie je inmiddels een daadwerkelijk station met de U-Light die daarin staat. Die hangt aan de stringrail. En aan de rechterkant zien jullie een originele foto van de stringrail, hoe die op spanning staat en hoe dat eruit gaat zien. Er is een heel groot vakantiepark naast het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En de bedoeling is dat hier toeristen van de parkeerplaats mee gaan reizen naar het vakantiebungalowpark aan de achterkant van het Ecotechnopark.
Nou, dit alles moet natuurlijk wel door een aantal ingenieurs worden bedacht. Er is op dit moment een team van plusminus 1000 man dag en nacht in touw om het idee van Anatoly Yunitskiy te realiseren. Dat alles gebeurt in een inmiddels bestaand kantoorpand. Een aantal jaren geleden hebben ze het nieuwe pand betrokken, want het oude pand voldeed niet meer aan de eisen van Yunitskiy String Technologies. Als het is bedacht en als het is berekend, dan gaat het naar de fabriek. En in de fabriek zijn de handige handjes en die zetten het in elkaar. En op het moment dat ze het in elkaar zet, dan kan het naar het Ecotechnopark. En dat is het naast een openluchtmuseum, zou ik bijna zeggen, een testpark in de openlucht, een showroom in de openlucht, zo je wil, is het natuurlijk ook het park waar alles op wordt getest. Dit is een volledig testpark dat CO2-neutraal is, dat groente en fruit verbouwt op geheel ecologische wijze, dat vee houdt op ecologische wijze en dat ook laboratoria's heeft om bijvoorbeeld planten te ontwikkelen en te kijken wat het doet in verschillende weersomstandigheden. En hier is ook bijvoorbeeld de grondverbeteraar van Yunitskiy String Technologies in de vorm van Uterra ontwikkeld. Mensen hebben over de hele wereld grond mee kunnen nemen naar het laatste offline Ecofest en met die gronden is geëxperimenteerd en is gekeken hoe ze tot een situatie konden komen om een grondverbeteraar te ontwikkelen die zelfs de dorste vlaktes op onze aarde toch groen kan krijgen. Nou, op het Ecotechnopark wordt getest in verschillende weersomstandigheden. In Azië hebben ze te maken met onophoudelijke regenbuien in de vorm van moezonregens. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben een module letterlijk en figuurlijk onder de douche gezet. En ze zijn gaan kijken, blijven de compartimenten droog? Nou, dat is naar behoren getest. Dus dit model is gecertificeerd om bijvoorbeeld in China of Vietnam te worden geïmplementeerd. Ze kunnen ook bouwen in de meest zware winterse omstandigheden. Dus ook in de zwaarste omstandigheden kunnen ze alsnog bouwen, alsnog implementeren en alsnog alles vervangen. Nou, in 2017 is de Unibus U4-220 eigenlijk gepresenteerd aan het grote publiek. En daarnaast is hij ook getest en heeft hij ook zijn meters gemaakt aan de stringrail. Maar het is op dit moment wel zo dat ze dit model ook weer hebben doorontwikkeld en de verschillende aspecten aan hebben verbeterd, waarbij dit model nog steeds eigenlijk mee kan met de huidige vraag. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben onder andere bijvoorbeeld gezorgd dat er een betere luchtcirculatie in de cabines heeft plaatsgevonden. Het suspensiegedeelte, het veringssysteem is aangepast en ze zijn de talloze situaties verbeterd om deze modules eigenlijk klaar te maken voor de eerste commerciële projecten. Daarnaast is ook op het Ecotechnopark een nieuwe stringrail gerealiseerd. En deze zal gelijktijdig worden gerealiseerd met de ontwikkelingen in de Emiraten. En dit is een foto die is genomen op het laatste officiële Ecofest van 2019. En hier zien we de U-Flash en de Unibus U4-220 aan de stringrail hangen. En het mooie van deze stringrail is, als ik al een aantal sheets terug heb gezegd, is dat modules niet meer op elkaar hoeven te wachten, maar dat ze onafscheidelijk van elkaar, onafscheidelijk is een beetje incorrect, maar dat ze onafhankelijk van elkaar kunnen rijden. Dus ze zijn niet meer afhankelijk van elkaar, ze hoeven niet te wachten. De een rijdt beneden en de ander hangt boven. Je kunt natuurlijk ook een configuratie realiseren waarbij er onder passagiers rijden en waarbij er boven bijvoorbeeld goederen worden vervoerd. Het geluid is ook een heel belangrijk aspect. De modules van Yunitskiy String Technology produceren ongeveer een geluidsnorm van 85 decibel. Daarnaast is ook de stringrail volledig geïsoleerd, dus het geluid kan maar één kant op. En dat is niet de kant die het bijvoorbeeld op kan als er een trein voorbij komt rijden. Nee, het geluid is zo geïsoleerd dat het alleen maar naar links of naar rechts kan, waarbij je er dus ook geen hinder van hebt. Yunitskiy String Technologies heeft tal van samenwerkingen. Een van de meer bekende samenwerkingen is met het Belgische bedrijf Bekaert. Ze hebben rollen staal geleverd, haspels geleverd, zowel in Wit-Rusland als in de Emiraten. Misschien als je op Google Earth gaat kijken, dat je ze nog kunt zien liggen. Tenzij de foto is aangepast naar de huidige maatstaven, hoe het er nu uitziet. Maar zo zie je dat Yunitskiy String Technologies gewoon met gerenommeerde bekende bedrijven samenwerkingen hebben. Er zijn heel veel samenwerkingen, ik heb ze niet in mijn presentatie. Maar je kunt ze allemaal terugvinden op de officiële kanalen. Dit is een samenwerking met Chinese bedrijf Lenovo. We hebben ook nog een samenwerking die we kunnen delen van Dassault Systèmes. Dat is een Frans bedrijf, is heel erg actief in de luchtvaartindustrie.
En zo zie je dat het eigenlijk alleen maar gerenommeerde bedrijven zijn die met Uniski String Technologies samenwerken. En als we dan het hebben over gerenommeerde instanties, bedrijven, zo je wil, dan komen we op dit moment uit in de Emiraten. En dat is eigenlijk een komen en een gaan van nieuwsontwikkelingen vanuit de Emiraten. En in de Emiraten maakt Uniski deel uit onder de naam van U-Sky Transport. En het U-Sky Transport is weer onderdeel van het Sharjah Research Technology and Innovation Park. En dat is eigenlijk een verbindingshub die onder direct toezicht staat van de Sheikh van Sharjah. Dus zo zie je dat dit een heel belangrijk project is. In de Emiraten hebben wij ook grond toegewezen gekregen. En dat is ongeveer 2,5 kilometer lang. Er zijn ook twee testbanen op dit moment die worden gerealiseerd van 2,5 kilometer lang. Zodat Uniski daar ook weer kan gaan testen. U-Sky Transport is eigenlijk de merknaam die nu de wereld overgaat. Maakt ook weer onderdeel uit van de holding van Uniski String Technologies. Ik zal het niet te moeilijk maken. Maar het is op dit moment wel zo dat de Emiraten eigenlijk de contacten hebben. U-Sky heeft het idee. En het Sharjah Research Technology and Innovation Park brengt eigenlijk de mensen in contact met Uniski String Technologies of U-Sky Transport. Nou, op de foto's zien jullie hoe het testpark er ongeveer uit gaat zien in 3D-tekening. En aan de rechterkant zien jullie foto's hoe het er inmiddels uitziet. En wat dan direct opvalt is het houten ecohuis. Dat is overigens de enige houten constructie in de hele Emiraten. Die zijn daar niet zo happig op, houten constructies vanwege de hoge temperaturen. Maar dat is een milieuvriendelijk CO2-bouwwerk is dat geworden. Heeft ook weer verschillende onderscheidingen gekregen. Heeft ook verschillende publicaties gekregen in de hele vooraanstaande ecologische tijdschriften. Mocht je het interessant vinden, kun je dat ook weer rustig googlen. Maar wat doet dat huis? Dat huis is eigenlijk heel apart. Van de buitenkant is het heel heet, maar op het moment dat je op de binnenplaats staat van het huis, dan is het heel aangenaam koel. En de planten kunnen daar groeien door de vruchtbare grondverbeteraar van Uniski String Technologies. Dus zo zie je dat hij eigenlijk de dorste vlaktes groen kan krijgen. Dit is de 400 meter lange lijn die in gebruik is genomen einde 2019, ook onder toeziend oog van de Sheikh van Sharjah. Die is hier persoonlijk bij betrokken, zoals de meesten weten. De Emiraten hebben een volledige stage afgekocht aan $25 miljoen, dus het geeft aan hoe serieus zij dit project nemen. Want ze zijn op dit moment aan het kijken hoe ze de Emiraten anders op de kaart kunnen zetten. Het is niet dat ze maar iets doen als een kip zonder kop. Nee, er is een toekomstvisie en ze zijn heel hard aan het werken om die toekomstvisie te kunnen realiseren. In de Emiraten wordt er ook al getest op goederenvervoer als op passagiersvervoer. Er is een speciale U-car ontwikkeld, de U-car U4431T1, tropische variant. VIP-versie is speciaal op verzoek van de Emiraten ontwikkeld, ontworpen en eigenlijk kunnen overheidsfunctionarissen, journalisten of iedereen die dat maar zou willen op deze manier kennis nemen hoe het is om te reizen met Uniski String Technologies of met U-Sky Transport. Misschien is het voor jullie verwarrend dat ik allebei de namen nu noem, maar je mag allebei de namen gebruiken. Het kan U-Sky Transport zijn, UST of Uniski String Technologies. En wat nu als er een ramp plaatsvindt, dat de module niet meer van zijn plek afkomt? Dan is er altijd nog een plan C, D, E of F. Uniski String Technologies heeft met zijn team van engineers het allemaal zo voor elkaar weten te krijgen dat mensen ten alle tijde de module kunnen verlaten. En nu zien jullie dat de mensen alsnog via een kabelsysteem, via een lier, de module kunnen verlaten. Ook in de Emiraten heeft Anatoly Uniski tal van certificaten weten te krijgen. En dit is een van de meest belangrijke certificaten, want dit certificaat geeft aan dat U-Sky Transport in de Emiraten geheel veilig is. Dus dat de infrastructuur veilig is van de 400 meter lange baan. En dit certificaat is afgegeven door de internationaal erkende organisatie TUV, TUV. En deze organisatie is in elk land actief. Dus je ziet dat het niet zomaar iets is. Daarnaast hebben ze ook een certificaat gekregen dat aangeeft dat de management kwaliteitssystemen lagen in de organisatie op orde zijn. De vestiging in Wit-Rusland heeft geloof ik in 2018 of 2017 al zo'n certificaat gekregen, een ISO-certificaat.
En ook in de Emiraten hebben ze ditzelfde certificaat gekregen. Dus er zijn hele zware audits. KPN heeft bijvoorbeeld ook zo'n certificaat om het wat tastbaarder te maken. Die krijg je niet zomaar, daar moet je hele strenge procedures voor door. Maar als je het eenmaal hebt, dan mag je dat ook met trots dragen. Ook in de Emiraten functioneert USCAR transport op wetenschappelijk niveau. Is ook weer officieel een erkend certificaat door een erkende organisatie afgegeven. Dus dan zie je dat ze op verschillende vlakken of verschillende lagen certificaten hebben gekregen. En dit is Anatoly Yunitskiy zelf polshoogte komt nemen bij de ontwikkeling van testlijn 4, de 2,5 kilometer lange testlijn. En dit is de testlijn. Hij is inmiddels nagenoeg af. De testlijn is volledig in één keer gelift. Dat is een hele unieke prestatie. Want het is wereldwijd niet eerder voorgekomen dat ze een constructie van 2,5 kilometer nagenoeg gelijktijdig hebben kunnen liften. Nou, dat hebben ze nu wel weten te realiseren. En het is zo dat de intermediate supports van deze testlijn eigenlijk ook al goed zijn gekeurd. Dus wat volgt is dat de stringrail zelf nu ook de certificeringsfase doorgaat. En als dat zo is en de ankersupports worden ook gecertificeerd, ja, dan is eigenlijk alles klaar. En dan kunnen mensen ook de testlijn 4 zelf de ervaring krijgen hoe het is om te reizen. En dan zal het echt op een snelheid van 150 km per uur kunnen, omdat dan de baan ook groot genoeg is. En dit is ook een foto van testlijn 2, het containerdepot. En deze wordt inmiddels ook eigenlijk afgerond, afgebouwd. De eerste staal, de constructen voor de stijve spoorconstruct, die zijn er al. Die circuleren ook op social media. Het is wel heel belangrijk om hierbij te vermelden dat ik enkel officiële foto's met jullie deel. Die zelf zijn vrijgegeven, omdat ik er waarde aan hecht dat de informatie die jullie krijgen ook gewoon correct is. Dat het geen fouten en geen verkeerde informatie is. Als ik het kort moet samenvatten, dan is het transportsysteem CO2-neutraal, milieuvriendelijk. Het voldoet eigenlijk aan alle vragen die we op dit moment hebben om onze aarde een stukje beter te maken, zo je wil. Het is een goedkopere manier om te reizen van A naar B, het is een goedkopere manier om te implementeren. En zo kan ik de lijst alleen maar langer maken. Wil je meer informatie hebben, dan verwijs ik je naar www.skyway.capital. Daar kun je alle informatie op vinden. Dan gaan we naar de updates. En alles is begonnen met een aanvraag van CNN. Die hebben aangevraagd of zij een verslag mochten komen doen op het testpark in Sharjah. Nou, dat heeft natuurlijk gemogen. Nou, en wat er toen is gebeurd, is dat er eigenlijk wereldwijd rugbaarheid is gegeven aan de ontwikkeling van Yunitskiy String Technologies van USCAR Transport. Het is heel goed om je te realiseren, ondanks dat de huidige situatie waar we nu mee te maken hebben met Rusland en de Oekraïne, dat Yunitskiy String Technologies en USCAR Transport nog steeds naar behoren kunnen functioneren. Dus het is niet zo dat hun te maken hebben met de problematiek. Dat hebben ze wel, dat hebben ze uiteraard, maar dat is eigenlijk op hetzelfde niveau als dat wij hebben. Ze hebben ook problemen met de bevoorrading van grondstoffen die ze nodig hebben om te bouwen. Dat is gewoon een wereldwijd probleem, daar kun je niks aan doen. Maar ondanks de huidige situatie, kan Yunitskiy String Technologies nog steeds naar behoren functioneren. Nou, CNN heeft er gewoon voor gezorgd dat er dus wereldwijd bekendheid is gegeven aan de ontwikkeling van Yunitskiy String Technologies. Dus op alle continenten is daar verslag over gedaan. En voor de mensen die al wat langer participeren in in deze mooie opportunity, in deze mooie kans, die kunnen zich heel goed voor de geest halen en herinneren hoe het was in het begin. Mensen waren veelal negatief, overheden waren veelal sceptisch. Er zijn nog verschillende waarschuwingen die je op dit moment nog steeds op internet kunt zien. Maar als je enigszins een beetje goed doorleest, dan zie je dat de informatie die zij plaatsen, dat die gewoon compleet niet klopt. Nou, ik ben hier niet om dat recht te zetten. Ik ben hier alleen om jullie deel te laten nemen in de ontwikkeling. En ook in de ontwikkeling van de nieuwsupdates. En er zijn al overheden die aangeven dat ze het bij het verkeerde eind hebben gehad. Maar dat dit transportsysteem wel degelijk het enige systeem is dat het beste is om te implementeren in bestaande infrastructuur. Dan wel in infrastructuur die nog moet worden gebouwd. Anatoly Yunitskiy is zelfs binnen de hoogste konterijen bekend en wordt ook ondersteund. Hij wordt ondersteund, zoals op de foto, door de koning van Lesotho. Dat is koning Letsi III. En hij is koning van het koninkrijk Lesotho. En Lesotho deelt zijn grens met Zuid-Afrika. En zij willen eigenlijk het traject hebben dat hun land kan koppelen aan de havenstad Durban in Zuid-Afrika. Nou,
Er zijn nu al onderhandelingen achter de schermen gaande. Deze kun je ook terugvinden op de officiële site van USKY Transport. Maar daarnaast is Anatoly Unitsky ook, wordt hij ook ondersteund door de Dalai Lama en tal van hoogwaardigheidsfunctionarissen die hele belangrijke posities bekleden. Het 15 kilometer lange traject in Dubai. Nou, Nadessa Kosareva heeft aangegeven dat dat in ontwikkeling is en dat Unitsky String Technologies daar ook de honneurs zal waarnemen. Dus hier zie je eigenlijk alweer, dan wel nog niet echt officieel, maar wel officieel naar buiten gebracht op de site van Unitsky String Technologies, dat zij dit traject ontwikkelen. Het is zo dat alle overheden en alle bedrijven dit zelf naar buiten brengen, op het moment dat zij dat wenselijk achten, dat zij daar klaar voor zijn. Er is nog meer bekendheid gekomen voor Unitsky String Technologies door de RTA, want die hebben een model van Unitsky String Technologies meegenomen naar de InnoTrans in Berlijn en hebben de wereld kunnen laten zien wat zij willen, waarvan zij denken, nou hier gaan we naartoe en dit is eigenlijk het beste wat je zou kunnen doen. Nou, ook in Sharjah is het zo dat op het moment dat USKY Transport tot een succesvolle certificering komt op het testpark in Sharjah, dus dat alle modules en alle stringrails succesvol zijn gecertificeerd, dan zullen zij de eerste drie commerciële trajecten in Sharjah aankondigen. Dus hier ook weer positief nieuws. Hetzelfde geldt voor Abu Dhabi. Hier geeft Anatoly Unitsky met Oleg Seretsky. En Oleg Seretsky is de CEO van USCOFFERY. Dat is ook weer een bedrijf wat onderdeel uitmaakt van de holding van Unitsky. Hier geven zij zelf een presentatie aan overheidsfunctionarissen van Abu Dhabi. En Abu Dhabi wil eigenlijk drie commerciële trajecten hebben in hun emiraat. Dus zo zie je een hele hoop positieve ontwikkelingen. Daarnaast is er ook nog steeds ontwikkeling op het gebied van educatief gebied. Dat is heel belangrijk. Even wachten. Excuus. Dat is heel belangrijk, omdat studenten hebben de toekomst. De jongeren hebben de toekomst en om dit idee van Anatoly Unitsky voor te zetten, moet je studenten hebben die eigenlijk dit zijn idee kunnen voortzetten, dus zijn kennis kunnen uitdragen en zijn kennis kunnen doorgeven aan toekomstige studenten. Zowel in de Emiraten als in Wit-Rusland zijn er samenwerkingen met universiteitsinstellingen. Nou, er is er afgelopen week een hele grote delegatie geweest van het oliebedrijf in de Emiraten. En zij zijn dus wel degelijk aan het kijken van oké, wat zouden wij kunnen doen om een transportsysteem te kunnen realiseren? Wat zou USKY Transport voor ons kunnen betekenen? Nou, en dit alles gebeurt door de bemiddeling van het Sharjah Research Technology and Innovation Park. Voor de mensen die misschien de gezichten kunnen herkennen, dan zie je dat daar de CEO van het Sharjah Research Technology and Innovation Park in het midden staat. Maar de presentatie is gegeven door Sergei Tarasov, hij is de nieuwe CEO van USKY Transport, en Oleg Seretsky, zij doen dat samen. De een gaat eigenlijk de hele wereld over en de ander is meer gecentraliseerd in de Emiraten. Daarnaast hebben ze ook aangekondigd dat er een samenwerking is opgestart in Indonesië. En voor de mensen die wat langer participeren weten ook dat Indonesië al eerdere ten tonele is verschenen. Dat is wat naar de achtergrond geraakt. Maar op dit moment is er opnieuw samenwerking ondertekend. Hebben ze een Memorandum of Understanding ondertekend voor een commercieel traject van 3 kilometer. Dat een winkelcentrum gaat koppelen met een opstapstation, omdat de wegen daar zo dichtgeslipt zijn dat mensen eigenlijk heel lang moeten rijden om bij het winkelcentrum uit te komen. Nou, Nadessa Kosareva heeft in een tijdschrift ook aangekondigd dat Unitsky String Technologies klaar is om commerciële markt in Zuidoost-Azië te gaan betreden. Dus dat gaat ook gebeuren. Dus denk hierbij bijvoorbeeld aan landen als Maleisië, Myanmar, Vietnam, Indonesië. En ik kan de lijst alleen maar langer maken. Al deze landen, daar is Unitsky String Technologies langzamerhand mee in gesprek. En om te kijken wat ze kunnen realiseren. En dat alles al via Indonesië, of onder andere via Indonesië, verlopen. Daarnaast hebben ze ook een samenwerking aangekondigd met het Europees bedrijf. En het bedrijf dat is Peace World City, of Peace City World.
Dat is een bedrijf wat functioneert of opereert vanuit Spanje. En vanuit Spanje zijn ze aan het kijken voor commerciële trajecten in Spanje, in Turkije, Saoedi-Arabië. En ik kan het eigenlijk zo gek niet bedenken, maar de lijst van commerciële trajecten die gaan komen, zal alleen maar groeien. Nou, Israël is inmiddels ook serieus aan het kijken voor commerciële trajecten in hun land. Dit alles is begonnen met een afgevaardigde van een Israëlisch bedrijf. Ik kom even niet op de naam, maar voor de mensen die dit al langer volgen, zullen het weten. De man is eerst zelf gaan kijken. En inmiddels heeft hij nu eigenlijk het topsmanagement mensen meegenomen van een heel belangrijk overheidsbedrijf naar de Emiraten om daar opnieuw te komen kijken. Dus dan zie je ook dat in Israël de ontwikkelingen voor de implementatie van commerciële projecten zeer serieus zijn. Nou, ook Saoedi-Arabië is weer komen kijken. Saoedi-Arabië is komen kijken tijdens de pandemie. Toen was het nog niet helemaal af, maar ze zijn op dit moment opnieuw komen kijken. Dit bericht is gepubliceerd op de officiële site van Youscovery. En zo zie je dat langzamerhand eigenlijk de netten zich gaan sluiten. En dat wat alles wat ooit fictie was of wat ooit werd bestempeld als ja, dat zal wel niet en dat zal niet waar zijn, dat het inmiddels langzamerhand omgevormd kan worden tot het is wel waar, het zal gaan gebeuren. Het enige wat het nodig heeft is een beetje meer tijd. Nou, dit zijn dan potentiële commerciële trajecten waar Unitsky String Technologies aangeeft mee in gesprek te zijn. Nou, dan hebben we het over Bahrein, India. Indonesië is inmiddels niet meer potentieel, maar dat is inmiddels wel degelijk serieus. En Lesotho. Nou, Lesotho, dat is eigenlijk ook gewoon langzamerhand meer serieus aan het worden. Maar dit is een officieel bericht uit een officiële brochure die Youscovery of Unitsky String Technologies einde 2022 hebben gepubliceerd. En dit zijn de landen waarbij Unitsky String Technologies aangeeft dat ze commerciële trajecten hebben getekend. Nou, de Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Rwanda, El Salvador en Kazachstan. Dus dit zijn de landen die nu officieel door Unitsky String Technologies naar buiten zijn gebracht. De plaatsen zijn niet naar buiten gebracht, maar dit geeft dus wel aan dat ze serieus in ontwikkeling zijn. En hoe lang zou het dan duren voordat een commercieel traject gerealiseerd kan worden? Nou, dat als alles meewerkt, dan heeft dat een tijdsbestek van plusminus 2 jaar. Er zit een periode tussen van onderhandelingen, een feasibility studie. Dan gaan ze kijken wat de mogelijkheden zijn, hoe het eruit ziet, wat ze willen gebruiken, welke modules waar moeten rijden, welke stations, welke spanwijdtes ze moeten worden gerealiseerd. Dus als alles samen zou werken en er zit geen oponthoud tussen, dan kun je binnen 24 maanden een commercieel traject hebben gerealiseerd. In het begin van mijn presentatie gaf ik aan dat ik professioneel gebruiker ben van de applicatie AdvaHunter. En wat is AdvaHunter? AdvaHunter is een augmented reality based app die iedereen op zijn telefoon zou kunnen installeren. Waarbij je dus ook meteen mogelijk maakt om mensen kennis te laten maken met het idee van Anatoly Unitsky. Hoe ziet het uit in je eigen omgeving? En dan zie je dat het eigenlijk geen 3D tekeningen meer zijn of geen video's van het Ecotechnopark, maar dan zie je dat het gewoon een 3D object is wat in een bestaande omgeving zou kunnen functioneren. En het grootste voordeel hiervan is dat mensen daadwerkelijk direct een idee kunnen krijgen van hoe het eruit ziet. Wat zou het kunnen betekenen en wat zou het kunnen bieden? Nou, dit is eigenlijk heel belangrijk in de ontwikkeling van Unitsky String Technologies, want hiermee kun je eigenlijk potentiële klanten direct laten zien van zo zou het eruit kunnen zien in je eigen omgeving. Ik maak foto's die worden gebruikt in officiële presentaties. Inmiddels worden mijn afbeeldingen ook gebruikt voor influencers die op YouTube hun kanaal hebben. Dus ik probeer eigenlijk op deze manier mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van Unitsky String Technologies, zodat ik mensen ook kan laten zien wat er mogelijk is. Zou je zelf nou zo'n visualisatie willen hebben, maar heb je niet de rust om het te willen maken? Aan het einde van mijn presentatie kan ik mijn contactgegevens met jullie delen. Stuur mij dan even een berichtje en dan kunnen we kijken wat er mogelijk is. Dit zijn de informatiekanalen die jullie kunnen raadplegen.
We zijn op verschillende social media platformen actief. Ja, eigenlijk zijn we aan het kijken wat gaan we doen met de Skype groep. Langzamerhand gaat Skype eigenlijk bij ons meer naar de achtergrond. Zijn we meer actief op WhatsApp, Telegram, Facebook. En we zijn nu ook daadwerkelijk aan het kijken of het ja, misschien interessant is om een hele grote WhatsApp groep voor de Nederlandse participanten te realiseren. Zodat jullie ook op de hoogte kunnen blijven worden gehouden met het laatste nieuws. Nou, het is eigenlijk ook echt wel leuk om met jullie te delen. En niet zozeer leuk eigenlijk, maar het is leuk en informatief. Unitsky String Technologies is eigenlijk een hele grote holding. En er zijn heel veel vragen van, goh, maar hoe zit het nu? Hoe steekt het nou in elkaar? En ja, wat kunnen wij verwachten? Nou, het is zo dat wij hebben geparticipeerd. En dat is op heel vrijblijvende wijze. Want iedereen maakt die keuze voor zichzelf. Ik vertel jullie niet wat jullie moeten doen. Ik zal jullie ook nooit zeggen dat jullie hierin moeten participeren. Nee, die keuze maak je zelf. Als jij er zelf daarachter staat. Als jouw gevoel daar rustig in is. Dan kun je op dat moment zelf de keuze maken. En wat nou als je hebt geparticipeerd? Dan heb je geparticipeerd in de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. En dan zul je uiteindelijk als dank, krijg je op dit moment via een convertible loan agreement, krijg je dan pre-IPO shares. Nou, iedereen heeft dat ook in zijn eigen account. Daar is ook weer verschillende documentatie over te vinden. Maar hoe werkt het? Wij hebben, een aantal van ons heeft hebben shares, pre-IPO shares. En die waren zo vroeg, die maken deel uit van de ESSRH. Wat is er toen gebeurd? Toen werd de vraag zo groot dat ze de ESSRH 2 hebben opgestart. Maar omdat de mensen nog steeds meer wilden hebben en nog steeds het project wereldwijd zo aan het steunen zijn dat de vraag alleen maar groter is, hebben ze de ESSRH 3 op poten gezet. Nou, wij hebben onze shares zijn, waarvan Unitsky String Technologies aangeeft, zijn dividendgericht. Als je naar de streepjes kijkt, zie je hoe dat werkt. En als je op het scherm kijkt, zie je wat er bij de ESSRH 1, 2 en 3 in kleine letters staat. Dus dat hebben wij. Er is een verdeling waarvan Unitsky String Technologies die heeft gemaakt. En zo zal het geschieden. Er zijn ook nog klasse A-shares. Die heeft Unitsky String Technologies, of heeft Anatoly Unitsky zelf. Die gaan straks de beurs op. Net zoals de onze. Alleen de onze hebben veel meer voordelen dan dat de anderen zullen hebben. Dus ja, eigenlijk heb je hier iets zeer unieks in handen. Ik ga dit in de eerstvolgende presentaties ook uitwerken. Dus er gaat informatie komen over wat we kunnen verwachten, hoe het eruit gaat zien, wat we moeten gaan doen, wat je vooral niet moet gaan doen. Ja, wat je vooral niet moet gaan doen, dat is ieder voor zich. Maar ik ga jullie enkel informatie geven, zodat jullie ook weten wat er op jullie af gaat komen, omdat je hebt geparticipeerd in een zeer unieke kans die zijn weerga niet kent. Nou, mocht je dan een vraag hebben waar je niet uitkomt, laat het dan Nettie of mij weten. Wij zijn er voor jullie om alle vragen te beantwoorden. Het zijn niet vragen die veelal gaan over, ja, ik heb in 2016 geparticipeerd. Ik doe helaas zes jaar niks meer met mijn account. En waar staat de ontwikkeling nu? We geven 52 webinars in dit jaar. Die zijn vrijblijvend. We raden iedereen aan om zeker één keer per maand even een keertje in te loggen, omdat de informatie nu alleen nog maar sneller gaat. Er gaat heel veel informatie op jullie afkomen. En ja, dan is het eigenlijk zonde dat je de rode draad kwijtraakt. Maar heb je nou problemen met je account? Lukt het niet om iets gerealiseerd te krijgen? Ja, dan zijn wij er natuurlijk wel met alle liefde en plezier voor jullie om dat voor jullie voor elkaar te krijgen, zodat jullie met een gerust hart de rode draad kunnen volgen. Ik ben hierbij aan het einde van mijn presentatie gekomen en ik wil jullie dan ook hartelijk danken voor jullie tijd, aandacht en energie. Ik heb tijdens mijn presentatie ook gezegd, het is heel belangrijk om enkel de officiële nieuwskanalen te volgen. Er is heel veel ruis op de kabel, er wordt nog steeds verkeerde informatie gedeeld. Informatie die niet gedeeld mag worden en die eigenlijk ook zorgt voor gigantisch veel oponthoud. Het klopt niet, het is niet correct en wat daardoor gebeurt is dat je eigenlijk een keuze gaat maken die niet gemaakt is met de correcte informatie. Nettie en ik vinden het daarom ook heel belangrijk dat als je zegt van oké, ik sta hier wel positief welwillend tegenaan, dat dan de informatie die je tot je beschikking hebt ook klopt. En dat is dan niet informatie die is verteld om ervoor te zorgen dat de verkoop voor Unitsky String Technologies
middels SkyWorld Community, dat die te goede komt en daardoor verkeerde informatie met jullie is gedeeld. Maar dat moet dan gewoon informatie zijn die gewoon correct met jullie is gedeeld, waarbij jullie dus ook met een gerust hart weten wat er gebeurt nu en in de nabije toekomst. Nogmaals, hartelijk dank voor jullie tijd, aandacht en energie. En ik hoop jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende webinar en die zal volgende week worden gegeven. 16 maart door mijn collega Nettie Sommers. Ik wens jullie nog een fijne avond.